bijna niks, hoor. Wacht, waarom moet ik niet meer zeggen? Wacht. Oh. Dat was de thumbnail. Wel, weet ik niet wat. Ben je blind? Ja, oh, damn, ja, dat is wel een mooie ogen daarvan. Nee. Ik kan het niet eens zien. Helemaal mijn camera's aangedampt, hoor. En dat is bijna 18 jaar. Excuseer? Bijna 18 jaar. Dat ben ik al zo stoned, hoor. Ja. Een kwartier te wakker. Kwartier? Ben je maar een kwartier wakker, Lars? Oh, een kwartier wakker. Lang voor. Oh, damn, ik heb zo'n licht lang voor. Ja, fuck. Ik heb mijn eigen spotlight. Godverdomme. Ik ben eigenlijk wel van plan om in het vervolg hun comments te selecteren uit de vorige video die ik ergens iets had van wie verdient het om in de volgende video te komen. Dus hier, dankjewel. Dankjewel voor je comment. Het was echt genoeg om hem te kunnen lezen. Back to the video. Daarom is zo gaat worden. Ik heb het heel erg. Ah, ik heb het zelfs niet. Ah, mijn flitsen eraan zit. Ja, het is niet door. Ik ga dat niet door. Nog van deze ochtend. Hoe is het anders op in mijn gezicht, hè? Wat gebeurt hier, hè? Hij moet zitten. Dus op zijn gezicht, dus op zijn gezicht. Kijk, kom. Kijk, hij zal draait om. Hij wil niet. Ik participeer niet in de video. Welke game is dat? Het gaat over de radio! Wat? What the fuck? De belwachts, de bel! Ik kan het zelf zien. Zie ik dood uit. Yo, alles kids, achter de rits. Hoezo achter de rits? Vraag aan Wouter. Wouter! Hoezo is alles kids achter de rits? Hij zegt alles kids achter de rits. Hij zegt alles kids achter de rits. En hij zegt, vraag aan Wouter. Ah, wat? Hey! Hey! We zijn toch aparte vrienden. Wat is dit? What the fuck? Het zijn weer examens. Gast, ik ben echt lui als het op leren aankomt. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit. Leren is niet mijn sterkste punt, maar ik denk dat het van niet veel mensen een sterkste punt is. Even de raam dicht doen. De raam, ik weet. Zo, top. Ik had er niet op verwacht dat die stoel naar voren ging gaan, maar oké. Zo jongens, het is weer eventjes geleden. Een examenperiode. Wat doe je eraan? De stoel gaat echt heel de naar voren, ik vind die irritant. Kijk. Hey. Het voelt echt als ik gewoon zo... Oh shit. Ik heb morgen mijn eerste examen. En morgen is ook de dag dat deze video online komt. Dus als deze video online komt, dan is mijn eerste examen al geweest. Jongens, willen jullie niet dat mijn examen goed gaat? Like dan zeker weten deze video. Heb je zoiets van, Giel, als ik nu de video like, heb je examen al gehad? Ja, maar er komen nog examens, hè, domme kut. Pet, maar altijd niet. Ik heb hier echt geen zin in, hè. Nee, ik heb morgen examen netwerk. Zou je denken, Giel, dat vak ken ik niet. Nee, dat is omdat dat een richtingsvak is. Doe industriële ICT, dus dit daar iets mee te maken. Het ding is dat dat op zich nu niet het moeilijkste is. Dat examen moet op zich nog wel lukken, dus daar heb ik de likes niet voor nodig. Maar voor de examens daarna, holy shit, daar heb ik veel likes voor nodig. Ik was laatst ook in een winkel en toen zag ik ineens kerstversiering staan en je zou denken van, dat is vroeg, het is helemaal niet vroeg, het is al 6 december op de dag dat ik dit opneem. Sinterklaas, jongens, yeah! Kijk, ik heb van die, hoe heet dat ook alweer? Hoe heten die ballen die je moet omdraaien en dan valt er sneeuw? Sneeuwbal. Het maken van sneeuwballen wordt voornamelijk door kinderen gedaan. Nou, dat is, dat vind ik nu toch niet. Ik vind dat volwassenen dat ook perfect mogen doen. Ik ben dan nog geen volwassene, maar alsnog, dat vind ik een hele discriminatie naar de volwassenen toe. Jongens, we gaan op Twitter mensen cancelen. De persoon die deze Wikipedia-pagina geschreven heeft, dood. Die heeft veel plezier, joh. Een sneeuwbalgevecht op een schilderij uit circa 1400. Dat zijn ook wel allemaal volwassenen. Je ziet, dat zijn, die zijn niet, wat is deze guy zelfs aan het doen, joh? Maar ik heb dus twee ballen. Ik heb twee balletjes van sneeuw. De ene heeft wel dikkere vlokjes dan de andere. Ik wil niet scherp staan op de kerstman. Kerstman en we hebben kerstman. Oh, hoe cute. Damn, zelfs maak ik het kapot. Dus ik zie hier mooi zo. Ja, heel mooi. Ja, jullie zien het niet. Kijk hoe mooi. We hebben bal en we hebben bal. En we hebben trein en een boom. Ik heb geen mentale help nodig hoor. Is mijn laptop opgeladen?
Het duurde een eeuwigheid. Nog steeds niet opgestart, hè, gast. Oh, oké. Okay. Ben jij opgeladen? Kan ik jou gebruiken? Nee, je bent niet opgeladen. Godverdomme. Nou, ik stik die nog wel een keer in. Mijn eerste examen morgen was dus netwerk, en ik dat al gezegd had. Dat is dus een multiple choice toets examen eigenlijk. Heel multiple choice toets, hoezo? Het is gewoon zo, en die vragen die staan dus zeg maar al online. Dus kan die vragen al oefenen, de examen staat niet letterlijk online. Maar het is die cursus en zo, die heeft vragen en die vragen staan online. Meestal pakt die man gewoon vragen wat daarop staan, dus als je al die vragen gewoon van buiten knalt. Ik leer die vragen gewoon zo hard van buiten dat ik de vraag meestal nog niet eens moet lezen. Ik weet welke antwoord het is. Leren jongens. Ja, dat is... Moet je dat zeggen? The way to go. Alle wegen leiden naar Rome, hè? Ja, het varkentje is... Wat is het varkentje? Jullie hebben ook examens. En ik weet dat jullie ook examens hebben, want iedereen heeft nu examens. Behalve de mensen die in het hoger zitten. Ik heb ook echt... Dit is mijn laatste jaar in het secundair onderwijs. En ik heb echt geen zin in het hoger. Ja, ik weet het niet. Nu heb ik er toch niet zoveel zin op dit uiterste moment. Maar wat ik er altijd zo van hoor, van dat je... Ik vind dat zo stom, want de meeste scholen die hebben dan les tot voor de kerstvakantie. En dan examens na de kerstvakantie. Wat wil dat dus zeggen? Leren in de kerstvakantie. Nee. Nee. Waarom zijn jullie van leren in de vakantie? Wat heeft, wie heeft dat nu bedacht? Wie heeft zoiets van... Laten we het met gewoon nog stommer maken. Die man, die vrouw, die persoon die dat heeft uitgevonden. Ik ga je slaan met deze pilotknuffel. Ja, waarom heb ik nog steeds een papiertje aan? Made in China, damn. Daar heeft gewoon een kind voor afgezien. Huh, shit. Heb ik in de knuffel geknipt? Oké, ik heb een beetje in de knuffel geknipt. Maar boeien, kijk, nu hangt er nog maar een heel klein stukje aan. Het is beter dan iets. Beter dan Made in China. In reverse. Het is ook weer even geleden dat we nog eens een kijk dit naar school video hebben geüpload. Dus als je deze video heel tof vond, abonneer zeker. Het is nog niet gedaan, jongens. Ho, het is nog niet gedaan. Alleen de ermieten, die kijken nu verder. De rest, de losers, die mogen nu wegklikken. En alle heel grote losers, die zijn nu al niet meer aan het kijken, maar die horen er toch al niet bij. Ik heb mijn Wikipedia nog overstaan, hè. Dat is ook gewoon een hele Wikipedia-pagina voor sneeuw. Hij is niet zo groot, oké. Oh shit. Natuurlijk is het ook 6 december en wat wil dat zeggen? Sinterklaas! Sinterklaas is hier ook geweest. Ik heb een trui gekregen. Maar ook snoep. Candy! Het zijn van die zure matten. Zure snoepjes, het spijt me hoor, maar als jij zure snoepjes niet lekker vindt... Wat tof. Wat is er mis met jou? Wat is er aan de hand? Is alles oké met jou? Gaat het wel? Ben je wel helemaal 100? Ik zweer, als je geen zure snoepjes lekker vindt, het spijt me hoor. Dan heb ik gewoon zeg maar een beetje minder respect. Het is gewoon zo. Het spijt me. Fucking lekker. En nu wil ik heel graag alle emieten bedanken die tot hier hebben gekeken. Zet zeker weten het woord broodje in de comments. Maak er broodjes van met een S. Dan weet ik dat er geen fakers bij zitten. Broodjes met een S. Wil je nog een soort video? Kijk die maar. Ga van je zure snoepjes genieten. Dan zou je willen zeggen like naar beneden en tot de volgende keer jongens. Thanks voor de 7,7k by the way. Dat is echt fucking cool. Misschien 8k tegen het einde van het jaar. Dat lijkt me wel cool. Ja. Nou ja.